Hallo! En welkom bij Dynamite Magic Shop, product update nummer 99. 99, nog eentje en dan... 100. Ja, we gaan richting Sinterklaas. Dat betekent dat de tijd van de cadeautjes er weer aankomt. Nou, we hebben genoeg cadeautjes om heel Nederland ongeveer te voorzien van de gokkeltrucs. Ja. Dus wat dat betreft, check onze site, hou die regelmatig in de gaten. Want zeker de laatste weken zijn er serieus weer heel veel nieuwe dingen bijgekomen. En we hebben nog veel meer liggen hier, wat nog op onze site moet. Dus er is meer materiaal dan wat je nu op de site ziet. Tenminste, op het moment dat we dit opnemen. En ook hele mooie dingen. Ja, en ik weet dat er vandaag komen ook weer 7 of 8 nieuwe dingen binnen. Los van de spullen die we nog hebben liggen. Die ook gewoon weer binnenkomen. Maar volgens mij hebben we gewoon deze maand al 30 nieuwe dingen of zoiets. Of 20 of 30. Het is maand is pas 2 weken bezig. Maar veel in elk geval. Het gaat snel. Ja, want we merken ook ons magazijn. We hebben natuurlijk schappen en rekken staan. Maar we merken dat onze rekken nu eigenlijk vol raken, zeg maar. De plaats is bijna op. En zet jij je schoenen in Sinterklaas? Ja, maar ik weet niet. Ik heb van die grote schoenen. Dus ik weet niet of er wat in komt. Oké. Zet wat in. Jij? Ja, de kinderen hebben gezet hun schoenen, dus ik zet mijn schoen ook wel. Want, ik denk dat Zwarte Piet mijn schoen vult. Dan heeft hij, ik had er net wat in gedaan, dat valt allemaal naar voren toe dan. En dan zie je niks meer. Dan zie je niks meer. Wat is jouw lievelings iets wat je in de schoen zou kunnen krijgen? Ja, wat erin past. Hè? Pepernoten, kruidnoten, chocola, speculaas, marsepein. Chocola? Alles. Dat had ik al verwacht. Want, kijk wat ik heb. Ja, witte chocola ook nog. Witte chocola. Heb je lekker met chocola? Ja. Ik ook, heerlijk. Witte chocola. Het enige nadeel is, weet je, dus als je chocola hebt en je neemt er een hap van, dan krijg je dus, of je breekt er stuk van af, kan ook zo. Kan ook. Dan ziet het niet meer zo mooi uit. Dat is mooi als je dit doet zo. Je verkruimelt je eigenlijk het hele stukje. En dan mis je eigenlijk een heel stukje chocola. Dat is op zich niet zo heel erg, maar dit kun je natuurlijk niet meer cadeau geven eigenlijk. Toch? Maar dat maakt niet uit. Want ik heb hier nog een bruine reep chocola. Kijk, bruine reep chocola. En het grappige is, er mist hier een wit stukje. Dat wit stukje is verdwenen. Als je nu je hand op het tablet legt, zeg maar, en je wrijft er overheen op deze manier. Verschijnt het witte stukje aan de bruine reep. Dat is op zich wel vreemd. Nou kun je dat witte stukje er ook weer gewoon afbreken, dat is gewoon chocola. En het witte stukje hoort natuurlijk eigenlijk hierop te zitten. Ja, maar je ziet wel dat er een stuk van afgebeten is. Ja, als je dit cadeau geeft, zegt iemand, ik weet niet wat je hebt gedaan met die reep, maar iets klopt er niet. Nou, daar ben ik mee eens. Dus als je nou over die reep wrijft op deze manier, dus je pakt de reep en je wrijft daarover, dan zie je dat ook die laatste randjes helemaal mooi verdwijnen. Ja, mooi hè. Het enige wat je nu nog hebt is een bruine reepje klaar waar wat ontbreekt. Dat is natuurlijk niet zo heel goed. Dus wat we daar doen is hetzelfde. We wrijven daar overheen op deze manier. En dan repareren we ook het tablet. Bruine chocola. Mooi. Mooi cadeau geven. Snel terug opruimen zo. Ja, want dit is een van de nieuwe Tenyo items, genaamd Chocolate Break. Ik weet wel waar ik mijn schoen naar zet, hè. Ja. Dit is een routine wat je mee kan doen. Je kan ook gewoon van een stuk eraf halen en weer terug eraan laten komen. Maar omdat je 2 repen krijgt, kan je ook laten verplaatsen, verwisselen, veranderen, wat dan ook. De verpakking eromheen is ook mooi, hè? Ja, dus een wikkeltje eromheen maken net, die zit er ook bij. Hoef je niet te gebruiken, maar die maken we net dat het weer even... Ja, echt chocola. Het is geen echt chocola, dat is kunststof. Het gaat een leven lang mee. En voor de prijs hoef je het niet te laten. €23,50. Ik vind het een fantastisch dingetje. Reset is super snel gedaan. Ook makkelijk te doen. Zeer makkelijk te doen. Ja, mooi. Ja. Mooi. Chocolate Break van Tenyo 2019. Wil jij iets laten zien of iemand laten zien? Jazeker. Ik heb hier iets meegenomen. Het lijkt op een verkeersbord. Ja, een soort verkeersbord. Maar het mooiste is, als je bijvoorbeeld hier een witte hebt en hier een zwarte. Ja, het enige wat je hoeft te doen is, hop, kijk. Dan hebben we hier in één keer zwart en hier in één keer wit. Wacht even. Net was hier wit en daar zwart en nu zit hier wit. Kijk terug. Dat weet ik niet. Ga ik nou proberen.
Eerste keer. Zwart zit aan mijn kant dus, oké. Hop, kijk je naar hier een keer. Wit en hier zwart. Maar het allergrappigste vind ik. Ja, ik heb het idee, volgens mij, ik denk dat ik weet hoe het werkt. Ja, dat zeggen veel mensen. Oh. Kijk, maar het mooie is, heel veel mensen denken dat die witte zwart aan de andere kant is en die zwarte wit. Dat bedoel ik dus. Ik denk dat je stiekem zoet daarmee, waardoor het lijkt alsof jij inderdaad met dat... Wat doe je? Ik zou niet geloven, je hebt nou een gele, hè? Als je hier overheen wrijft. Kijk. We hebben hier een blauwe. Hè? Ja, en waar is zwart en wit dan? Dat weet ik niet. Maar ik had laatst iemand die was kleurenblind, die zei tegen mij, volgens mij staat rood en blauw. Of rood en paars, zei hij. Ik zei, dat kan niet. Het is blauw en geel. Ja, zei, ik voor mij is het ook blauw en geel. Ik ben kleurenblind, zei hij. Ik zeg, ja. Hè? Dat kan. Oké. Okay. Maar ja, ik kan het nog mooier maken eventueel. Let op. Ha! Je ziet wat er gebeurd is? Ik zie geen verschil. Je ziet? En deze truc heet... Color Changing Pedals. Ja, Color Changing Pedals. Doorzichtig zakje heet de truc. Leuk. Ja, verkochten we jaren geleden ook al. Echt al heel lang geleden. Is lange tijd niet meer beschikbaar geweest. Kwaliteit was toen niet zo als nu. Veel beter geworden. Ja, en voor de prijs vliegen deze de deur uit. Weet ik zeker. Ja, maar ik vind het ook grappig. Ik vind het grappig. Willen jullie de prijs weten trouwens? Zou je zeggen? 9,95. Ik dacht, zeggen ze ze meteen op. 9,95. Is het moeilijk? Nee. Nee. Ja, dit maakt het ook fijn, vind ik. Ja, ja, de handgreepjes, zeg maar. Ja. Ja. Ja, ik vind het een zeer leuk ding. De color changing pedals. Ja. Jazeker. Aanradertje, zou ik zeggen. Aanradertje. Hey, iets totaal anders. Ik heb hier een soort cadeautje. En ik heb eigenlijk eens een voorspelling. Zo moet je het echt zien. en die voorspelling is gebaseerd op iets wat nog moet plaatsvinden. Dat wil zeggen, stel voor dat jij vandaag, vanmorgen, vanmiddag, vanavond iets leuks gaat doen. Dat je op een bepaald uur, dus 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, waarvan jij het uur absoluut zelf mag kiezen. Oké. Okay. Ja? Welk uur heb jij vandaag het idee, nou, dan ga ik misschien iets leuks doen, of misschien ga ik een biertje drinken dat je daar verheugt, dat ik veel, noem het raars, hè. Alhoewel, het is gewoon wel een goede reden om je te verheugen, maar laat je niet op beïnvloeden. Welk uur wil jij kiezen? Even bedenken. Ik denk wel dat ik een tijd, moet ik maar opzeggen? Mm-hmm. 9 uur. 9 uur? Jazeker. Oké. Okay. Hier ligt een... ingepakt dingetje, mag ik het openmaken als je wil? En dan kom je tot de ontdekking dat daar voor je een in de doek zit een doosje. Ja. Je had gekozen? 9 uur. 9 uur. Zou je het deksel van een van het doosje willen halen? In het doosje zit namelijk een ingelijste foto. Van een klok, van een horloge moet ik zeggen, van een, hoe heet dat weer, zakhorloge. Het zit volledig geperst tussen twee platen, je mag het checken. Maar het mooiste is, welke tijd staat het horloge? 9 uur. 9 uur. Maar wat als het nou 6 uur gezegd had? Ja, dan had die, had mijn voorspelling waarschijnlijk niet geklopt. Natuurlijk wel. Mooi. Ja, dit is heel mooi. En ik bedenk me nu eigenlijk eventjes, ik heb de truc, even een verhaaltje terug. Dit heet Frozen in Time. High-tech version. Ik denk dat ik een jaar of 10 geleden kwam de gewone Frozen in Time uit. Zat dit in een plastic, onderzichtig hoesje. Gedeeltelijk onderzichtig. Gedeeltelijk doorzichtig. En dan hield je het vast en zei iemand de tijd. En je haalde het uit het frame. En dan kon je laten zien. Dus even dit, en dan zei je, let op. En 9 uur. Kijk maar. En dan kon je het opbergen en weer wegstoppen. Deze mogen mensen compleet checken. Niks aan te vinden. Maar dit is dan ook de high-tech versie. Nou, wat je met deze versie ook zou kunnen doen, we hebben er niet zoveel mee gespeeld, is dat dit in je doosje zit. Je laat iemand een tijd ergens opschrijven of een klok tekenen op een blaadje, afscheuren, in een zak stoppen
En dan vervolgens, dat is nog mooier, dan weet jij niet eens welke tijd het is. Mogen ze het doosje openmaken. Dan staat de klok op de tijd die ze gekozen hebben. Dan zeg je, had je echt die tijd gekozen? Ja, oké, okay, pak het papiertje erbij. En dan staat het daarop. Dat is nog mooier, toch? Ja. Als je met een Mental Notepad of met een Teletot Wallet, ik noem even wat namen op van impression devices, waarmee je achter informatie kunt komen. Teletot Pad, Teletot Wallet, Mental Notepad, hoe heet het van, een mooie ding van, in het zwarte doosje, visitekaart doosje. Business? Ja, de business ook, maar ik bedoel even met de, goed voorbereid. OD. Van, moet je even op elke zaam. Zwarte doosje met de visitekaartje erin. Schrijf tegen... Ik ben er de naam bij. Heel veel dit is toch de business? Nee, dat is het zilveren doosje. Dat is de business met de visitekaartjes. Ik ben even de naam kwijt, maar als ik de mens ging zo meteen, dan zeg ik het nog wel. Dan kun je mensen het laten opschrijven nog. En dan weet je zogenaamd niet eens wat het is. En dan klopt het nog. Is nog sterker. Ik vind het fantastisch gemaakt. Dit is echt high-tech. Ik zag dit op het VISM. Wederom het VISM. En ik zeg, deze moet ik hebben. Die waren daar helaas al uitgekocht toen ik ze zag. En het was dag nummer 1. Niet goedkoop, maar als je ziet wat hierachter zit, fantastisch. Maar zie me iets er binnen. Stel voor je hebt twee dobbelstenen en ik gooi met die dobbelstenen, dan zou dat eventueel ook kunnen? Ja, dus stel je gooit 5 en 3 bijvoorbeeld, dan zeg je tegen je goed, je gooit 8, is dat 8 uur? Ja, dat is goed. Dan kun je precies 12 uur tot 12 uur gooien met twee dobbelstenen. Gooi ze 8, maak je open 8 uur. Kan ook. En als ik dan 2 gooi? Dat is 2 uur. Dus, en voor duidelijkheid, jij bepaalt welke tijd dat verschijnt. Mag ik niet zeggen, maar het is wel. Mooi. Fantastisch gemaakt. Ja, en mensen wordt allemaal gewoon. Dat is gewoon een houten doosje. Waar dit in ligt. En hier zit geen elektronica in voor het idee. Het is wel een high-tech versie, maar in het frame zelf zit geen elektronica. En dit heet, ik kan het laten zien: Frozen in Time High-Tech Version New Visual. Van Atto, oftewel Masuda, onze grote vriend die ooit WOW heeft bedacht. En een stapel andere effecten die over het algemeen heel erg visueel zijn. Dus ook WOW. Ja, ik vind het echt heel tof. Genoeg over Frozen in Time. Verder, hebben wij nog iets moois in aanbieding? Jazeker. Nog een aanbieding in de verkoop. Tada. Ik kies... Helemaal leeg. Ja. Dobbelsteen. 3, alles zit erop. 5, 2, dus dobbelsteen. Gewone dobbelsteen. Ver. Die zetten we hier mooi bovenop. Ja. Zo. Dan heb ik hier een... Staal, wat is dat? Een frame. IJzer, ja. Een ijzer. Gaat er overheen. Zodat die dobbelsteen in het zicht is, maar toch opgesloten. Ver, dat helemaal in. Ja. Maar nu gaan we proberen om die dobbelsteen te laten verdwijnen. Ja hoor, die zit in een kooi en in de koker. Ja, maar toch gaan een we proberen, proberen ja, om hem te laten verdwijnen. Proberen kan ik wel begrijpen. Maar ik bedoel, het is onmogelijk. Ja, is verdwenen. Ja, ja, hallo. Knip je vingers, kijk. Ja, dan staat hij er weer. Nee, we gaan hem... Gewoon echt laten verdwijnen. Duurt even, ongeveer 5 minuten, dus... Koffie halen. Let op. En het is gebeurd. Kijk. Huh? En de dobbelsteen is verdwenen. Je kunt je vinger erdoor duwen. De andere kant is... Ja, is gewoon echt, er is verdwenen. Geen dobbelsteen meer. Huh? Oké. Okay. Bijzonder. Dit heet Die to Silk Transformation. Dat betekent eigenlijk dobbelsteen naar doek. Waarom heet dat zo? Omdat als de dobbelsteen verdwijnt, kun je eigenlijk in dit kooitje, zoals wij het noemen, zoveel ruimte als je hier hebt, kun je ook dingen erin laten verschijnen. Dus je kan bijvoorbeeld dobbelsteen laten zien. Je zet het roze overheen. Je laat een doek verdwijnen. Het doek is weg. Je tilt het dingetje op. Dobbelsteen is weg en de doek die je hebt voor laten zijn zit hierin. Ja. Of je raakt een bal verdwijnen en die zit hierin. In principe alles wat je zelf kunt bedenken kan hierin verschijnen. Ja, als het erin past dan, hè? Ja, als het erin past. Ja, is mooi. Mooi gemaakt. Ook vanuit zijn grote vrienden uit India. Daar kopen wij zeer groot in. En daarom hebben wij ook uiterst strakke prijzen wat dat betreft. Van alles wat daar vandaan komt.
We hebben daar vorige week een levering van gekregen. Nou, dat is altijd wel veel werk. Even een vraag, kunnen we dit dan misschien ook ergens tevoorschijn gokken? In principe niet, want hij is weg. Ik dacht, ik vraag me even. Nee, hij is weg, dus je kan hem niet meer terug toveren. Ja, tenminste niet nu, terwijl we op camera zitten. Nee, er zit geen... je kan hem niet ergens naartoe laten verplaatsen. Voor de mensen die weten wat we bedoelen. Ja. Ja. 35 euro had ik al gezegd, hè? Ja, Duitse silk. Ja, ik heb hier nog iets cools. Kijk even. Ja, wat moet er mee? Die kun je niet zien. Dit is hoe ik mijn geld meeneem, dat is 50 euro. Ja. Ja, kijk, kun je niet zo goed zien. Dit is hoe ik mijn geld meeneem. Dus ik heb altijd heel veel van deze briefjes bij me, zeg maar. En als iemand dan fout gevallen zegt, hey, geld, of je had mijn portemonnee, zeg maar. Dan zitten allemaal van deze briefjes en gooi ze weg. Dat is nog zonde, maar dat maakt niet uit, want ik heb thuis heel veel van deze briefjes. Kijk, als ik ergens moet betalen, dan pak ik dit, zeg maar een soort plaatje. Kun je dit zo opleggen. En dan heb ik een soort drukplaat is het eigenlijk. Kijk, die drukplaat leg je eigenlijk hier bovenop, op deze manier, zo. En dan wrijf je er overheen, zo, kijk. Woep, hop. En dan maak je gewoon je eigen geld. Dat is eigenlijk het idee. Je maakt gewoon je eigen... Ah, je wonder dat je elke tijd op de badkamer opsluit. Ja, dat. Dus dat je weer de bad vol te gooien. Ik zwem met het geld. Ja. Dat. Ah, dat leidt ook nog net erg ook nog. Ja, dat is het. In principe is alle kenmerken die je moet rappen. Ja. Dankjewel. Dit is print in... Dan moet ik me opletten zo meteen. Dan heb je even het geld terughouden. Dit is print impress. Wederom een Tenjo 2019 item. Waar we nog niet veel mee gespeeld hebben. Dus het kan... beter en soepeler en mooier, maar we wilden hem toch even laten zien nu. Dat vorige week hadden ze al binnen. We hebben ze al een weekje liggen, dus ik wil het toch laten zien. Voornamelijk omdat er officieel nog geen video's waren. Al heb ik die wel gevonden inmiddels en op de site geplaatst. Maar daarom willen we even in de update de print impress laten zien. Kost, kun je het al zien, €27,50. Ja, ook super makkelijk te doen. Wat heb je nodig? Je eigen geld. Kan het met alle geld soorten? Ja, het kan met alle biljetten. 15, 20, 50, 100 dollars. Het maakt allemaal niet uit. Als je een papiertje hebt wat net zo groot is als een bankbiljet, dan kan het. Leuk. Is het echt geld? Ja, het is echt geld. Dus dat krijg je er niet bij. Nou, voor dat geld, even, hè? Daar moet je even zelf voor zorgen, zeg maar. Maar het is super gemakkelijk te doen ook. Ja, toch? Ja. Reset, 5 seconden. En je kan 1 biljet per keer produceren. Nou ja, je kunt niet nog een biljet erachterna produceren. Ja. Je zou wel kunnen zeggen, ik leg 2 papiertjes erop misschien, dat heb ik niet getest. Al wordt dat wel lastig, denk ik. En je maakt 2 biljetten, dat zou kunnen. Maar je kan niet 1 biljet, nog een biljet. Voor de mensen die dat willen vragen, mag natuurlijk. Maar je kan maar 1 biljet voordat je hem weer opnieuw moet repareren. Print and press. Ik zie je al grabbelen. En een stift. Kijk eens, dat is toeval. Altijd hier liggen tegenwoordig. Maar we weten hoe ik vergeet het vaker te pakken. Heb je de telefoon toevallig op mij? Ja. Even kijken of er niks geks op staat. Nee. Zo. Verder leeg. Ja. Eén voorspelling. Kom er dadelijk op terug. Spelkaarten. Je hebt denk ik deze nodig. Jazeker. Die heb ik nodig. En draaien we die even om. Voor de camera boven ons. Hier staat een groot vraagteken op nu. Ja, dan vraag je je af, wat is er met dat vraagteken? Als je er één keer op wilt drukken, René. Ja, maar ik heb de spelkaarten nog niet gezien. Dat is iets bijzonders? Nee, spelkaarten. Gewoon een spelletje kaart. Oké, ja, wat moet ik doen? Ik heb op één kaart namelijk een stickertje geplakt, maar ik kom er dadelijk op terug. Oké. Een keer op het vraagteken willen drukken. Dan zie je dat alle nummers voorbij komen. Mm-hmm. Mag ik een keer stoppen? Hoe moet ik stoppen? Op tikken? Ja, op te tikken. Ach, bijvoorbeeld. Nou, mag ik nog een keer doen, even om te laten zien dat je echt alles zou kunnen pakken. Kom je dan stoppen? Ja. Dat is bijvoorbeeld 36. Ja. Maar even voor het idee, om te laten zien dus wat ik ook doe. Willekeurig, ja. Voor het idee kan ik gewoon overal tikken en dan. Ja, je niet tik pakken bijvoorbeeld. Vind ik wel heel weinig. Oké, okay, dan. Ja, maar kan wel, hè, eventueel, hè? Ja, ja. Maar ik pak weer iets beter. 17. Ja, dat is goed. Ja? Je kan alles pakken, hè? Eén dat ook kunnen, hè? Nee, voor de duidelijkheid, hè? Voor de truc, voor de mensen die thuis niet eens denken dat ik niet op zoek ben naar 17. Je kan elke taal, kan in principe, wat eruit komt.
Oké, 17 merk. 17? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 16, 17. Ja. Hè? Even voor de duidelijkheid, als je er eentje eerder gepakt had, dan hadden we schoppen 7 gehad. Ja. Ik zal deze even hier neerleggen. Als je er eentje later gepakt zou hebben... Waarschijnlijk even net voor de zekerheid. Dan zou je een hart 17 mag dat. Dan vergeet het niet. Ja, 17. Ja. Hij had net ook de andere nummers erop kunnen schrijven eventueel, maar... Ja. Maar je koos voor 17. 17, 17 in de kaart. Ja, die kaart hebben we hier neergelegd. Het sterke is, ik had op één kaart een stickertje geplakt. Met nummer 17. Hè? Maar wat nog mooier is, ik zal dit even opzij doen. Ik heb hier namelijk een voorspelling zitten. Ik zal hem even uithalen. En dat is natuurlijk de... Ik snap er niks van. Hoe kan er alles hetzelfde zijn? Schoppen koning. 17, 17, 17, schoppen koning, schoppen koning. Wat? Ja, dat vroeg mij ook af. Mooi. Hele mooie truc, heel makkelijk te doen. Ja. Deze truc heet Numbers. Eenmalig even het voor te bereiden als je hem krijgt. Niet moeilijk. Ja, van Astor. Dus wat zullen we zeggen? Ja, als je het netjes wil doen, is misschien 5 minuten werk. Anders 1 minuut. Nee, dat gaan we... En dan is het klaar. Het is geen app die je op je telefoon hebt. Het is een website waar je naartoe gaat. Dus je moet even wel internet toegang hebben op het moment dat je daar naartoe gaat, zeg maar. Dus Dus de site waar je naartoe gaat is gewoon heel simpel. En dat doet eigenlijk een groot gedeelte van het werk voor jou. En de toeschouwer moet alles zelf gewoon aantikken. Ja, ik vind het heel mooi. Echt super gemakkelijk. Ja. Nummer van Astor. En Astor heeft altijd goede dingetjes, ook wel kwalitatief goede dingetjes. En dingen die getest zijn. Hij brengt niet iets uit waarvan je achteraf denkt, nou, was dat nou weer voor iets. Ja, vind ik een zeer mooi ding. €45. Compleet met kaartspel, stickers, de link naar de app en een link naar online instructies. Zeg goed, hè? Dat klopt. Ja, erg leuk. Ja. Zeer de moeite waard. En de stift komt er ook bij. Nee, er zit geen stift. Nee, zit er niet bij. Oké, zit er niet bij. Dat is wel belangrijk. Dus hebben we wel hoor. Moet je even zoeken op Dry Erase Stift of Big Whiteboard Marker. Die hebben we gewoon ook liggen. Oké, ja, ik heb hier niks meer. Ik weet niet of jij nog iets hebt liggen. Jazeker. Oeh, dat is een mooi ding. Heel mooi. Ja, hebben we er al heel wat van verkocht de laatste 2 weken. En echt hier, waar. En hier ben ik ook heel blij mee, want ik ben namelijk... Mag ik het zeggen? Nee, kijk even naar de camera, zo een beetje. Ja, als het nou. Gewoon een verdachtje. Het mooie van dit spel, dan kun je laten schudden wat je wil. En toch ben je in staat om te zeggen wat voor kaart het is. Wat bedoel je, welke kaart het is? Dat er bijvoorbeeld een klaver 4 is. Kijk hè. Oké. Okay. Of dat is op zich bijzonder. Klaver vrouw. Mm-hmm. Oké. Okay. Zo kun je doorgaan. Heel veel mensen zeggen ja, maar je hebt een bril op misschien. Dat zou ook kunnen. Maar dat is bijvoorbeeld een harte 2. Of een. Wat hebben we hier René? Kan je dat zeggen? Sorry, ja, ik weet niet. De schoppen achterstevoren in ieder geval. Ja, een 5. Ruiten 5. Ja. Schoppen 2. Ik zou je zeggen, ik ben hier heel blij mee, want ik heb altijd problemen gehad met andere spellenkaarten, als ik het netjes moet zeggen. Ja. Om ja. het te. Ja, ja, ja we mogen zeggen. Best wel klappen wat dit is, toch? Het is een, het is een Mark Deck. Ik zou je zeggen, ik heb heel veel Mark Decks gezien. En deze vind ik eigenlijk wel mooi, want ik ben zelf brildragend en ik heb zelf toch af en toe moeite om dat te kunnen lezen. Maar dit, hier heb ik geen moeite mee. Ik vind het echt mooi. En je ziet het ook niet, hè? Nee. Ja, en je moet ook even bedenken dat gewoon de merktekens staan er in elke hoek op, zeg ik erbij. Ja. Ze zijn 1,5 centimeter groot, hoog. En als ik hem de breedte pak, is dat gewoon zeggen 3 centimeter. Dus het is ook nog kolossaal. En we laten hier mensen gewoon zoeken en die vinden helemaal niks. Totdat we ze wijzen waar het staat. En dan moeten ze even goed kijken. En als je dan eenmaal weet
dan denk je, ja, hallo, daar zit iedereen. Maar dat is dus niet zo. Dus anders als het Daredevil deck, dit is echt verstopt in de layout van de kaart. Ja. Echt heel mooi gemaakt. Dit heet het de DMC Elite deck. Ja, fantastisch kost mooi. €24,50 als ik het even goed heb. Ja, €24,50. Ja. En de voorkant zijn gewoon eigenlijk bicycles, zeg maar. Hè? Ja, maar de voorkant zijn ook gemerkt. Ja. En de rest zijn jokers. Ja, het is gewoon een normaal spel. Dus, Jokers zijn zeg maar speciaal. Dus enige, heb je een leuke grap in zitten, dan kun je nog een gekozen kaart laten verschijnen op die joker. Okay. Met speciale kaart, die zit erbij met instructies erop hoe je moet lezen. Maar als je die kaart helemaal gezien hebt, dan is dat helemaal duidelijk. Ja. Oké. Okay. Ja, nou ja, duidelijk. Echt een aanrader. DMC Elite, ja. En het voordeel is, zeer goed. Ik weet niet of Sinterklaas en Zwarte Piet ook aan het kijken zijn. Ja. Dit past in je schoen. Ja, kijk, het is bijna net zo groot. Is net... En ja, misschien wel meerdere. Ja. Oké. Okay. Dan hadden we eens met een telefoon, maar volgens mij kunnen we nog eens met een telefoon. Kijk eens, mijn telefoon. Nou, mijn gezin staat erop, mijn kinderen gaan erop. Ik zal even een beetje... Ik zal het schrappen doen. Kijken of het echt mijn telefoon is. Niet dat je daarover twijfelt misschien. Ik heb hier een doekje. Lege handen trouwens. En een doekje. Zo. Hier is Petra. Echt? Nu? Nee, dat is onzin. Oké. Wat we doen is het volgende. Ik pak mijn telefoon. En ik houd het doek tegen de telefoon aan op deze manier. Zo. Ik zal er tegenaan wrijven. Zo. Kijk, dat kan heel mooi. Top. Zo. Kijk. Kan dat? Dat kan. Wrijf je. En dan gaat het doek eigenlijk min of meer door de telefoon heen, zie. En dan krijg je eigenlijk dit. En dat betekent eigenlijk dat je doek door de telefoon heen gaat. Ondanks dat die telefoon nog steeds heel is. Ik heb allemaal meldingen te zien. Daarom laat ik even niet te zien. De telefoon is uiteraard nog steeds heel. Nou, een beetje primo was het. Maar dus ik moet zeggen dat we niet heel handig zitten hier. Staand is dit veel beter te doen. Nou, we verkopen al jaren de Silk True Phone van Lee Jae Min. Heb jij de verpakking van Lee Jae Min? €13,75 verkopen we nog steeds. Is exact deze truc. Maar als toevoeging dat Tenjong nu dit erbij heeft gemaakt. Met de goedkeuring van Lee Jae Min. Daar wikkel je de doek omheen. En dit zorgt ervoor dat je geheime ding wat je nodig hebt meteen goed is. Dus je draait de doek eraf. En je kunt gewoon meteen het truc doen. Dus je hebt het altijd ready for performance. Ja. En dat is op zich wel heel slim. Voor de rest is het truc gelijk aan de Silk2Phone. Deze kost €19,50. Dus in principe hebben we nu twee trucs tegelijk geadverteerd, zeg maar. Ja, ik vind het een tof dingetje. Dus ik vind het absoluut een aanrader. Je kan met een geleende telefoon doen. Het mooiste is als hij aanstaat op het scherm, dat je alles ziet. Maar omdat we hier een video maken, wil ik niet dat als ik echt vol aanzet dat mijn Rabobank app opent en de apps van iedereen voorbij komen. Dat die kans heb je namelijk als je je telefoon even vastpakt. Dus vandaar dat het een beetje prutserig was even met wat er op het scherm staat. Ja, hij heet Screen Clean. De Tenjong versie. Staat hier ook in het Chinees? Ja, zo is het. En kost €19,50. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van update nummer 99. Nogmaals, heb je een leuk filmpje waarvan je denkt dat vind ik leuk om even te delen? wil je in update nummer 100 komen met, hey, gefeliciteerd jongens, of wat dan ook, weet ik veel. Als je het leuk vindt, mag je dat sturen, dan zetten wij het misschien wel in update nummer 100. Dat was hem, hè? Check the site. We zijn er nog net voor Sinterklaas weer, dus we zien jullie nog voor die tijd. Dus tot de volgende keer. En voordat jullie deze video zien, staan als het goed is de nieuwe leuke dingetjes op. Ja, op de site. Ja, dan kan je weer net over hadden, maar... Ja. Die laten we gewoon dit wel in ieder geval gedeeld. Dus ja, dat is een hele mooie. Jongens, tot de volgende. Wees. Doei. We'll be right back.